Hallo allemaal en welkom bij het nieuwe deel van Farm Simulator 2022. Ik heb even een beetje off cam gespeeld. Ik heb onder andere de tweede kar die ik gekocht heb, heb ik hier die hooibalen opgezet. En ik heb even voor een huis gekocht, want het was zo donker hier. Ik zag geen hand voor ogen. Ik heb toen tijdelijk een huis neergegooid, zodat ik kon slapen, want ik zag, ik kon niet zien waar ik hem neerzette. Dat huis heb hier, dat heb hier gestaan. De eerste. Ja, je kan hier de voetafdruk zien. Dus ben ik geslapen, tot de volgende ochtend. Nou, dat is ondertussen al in middag. Zo. Ja, een nieuwe locatie. Nee, een nieuwe locatie. Zelfde kamer, maar aan de andere kant van de kamer. Normaal zit ik aan deze kant, zit ik aan deze kant. Ik vind dit een stuk beter, want er hangt een goede lamp boven me. Zodat het licht hier komt. Mijn oude vertrouwde leren eenzitter. Daar kan geen gamersbureaus toe tegen op. Geen verkeer. En ik heb even de balen niet gefilmd, de balen stapelen, want het is me een geprukkel geweest. Ik ben 's ochtends om 8 uur begonnen en ik was om 12:30 pas klaar ermee. Nou, wat hebben we? 6 baaltjes, 8 baaltjes. Zo. Even kijken waar we dan naartoe hebben. Gewoon prima, maar. Even kijken, wat is de stroomprijs momenteel? Stro. Wanneer is dat het meeste waard? Nee, staat er geen stro bij? Ach, dat is de. Nee, die bedoel ik helemaal niet. Nee, ga mee. Ga mee. Waar is dat? Wacht even, waar kon je nou zien wanneer de oogst het beste. Ja, nee, dat was wel deze. Hoi. Stro. Ja, maar wanneer is dit het duurste? Dat wil ik weten. Nou, hij is trouwens sowieso niet veel water. Ik heb hem net zo goed al meteen verkopen, daar niet van. Dat is de veehandelaar. Maar ja, biomassa zuidelijk, de prijs is oplopend, dus we kunnen wel even wachten dan. Maar waarom staat stro er niet tussen? Nee, het is gras, man.
Zo doen we dat. Oh, waar zitten we momenteel in? September. Januari. Ja, dan denk ik dat ik het nog wel even vasthoud. Zo. Dan zitten we dat karakter op de groene strook. Ik moet het zo doen, want ik kan niet met die kraag eruit rijden. Ik heb het geprobeerd, maar dat wordt 3 keer niks. Hij gaat altijd met de contrast sturen. Ten opzichte van wat jij wil. Nee. Zo. Nou, dan kan ik dat afzetten. Wat is het bedoeling voor deze kamer? Is die volgende? Oh, dat is mijn huis. Laat me zitten. Ja, ik moet hier even een beetje terrein gaan betekenen. Maar dat kan allemaal later nog. Oh, Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Hey, Spook. Dag, jongen. Daar dat is de balenmaker. Oh, daar staat die andere kast. Zet daar nog wat in, of is die leeg? Ik heb gewoon maar één veld geoogst. Hoe is het eigenlijk met de rest van het veld gesteld? Is het al wat te plukken of is het nog allemaal aan het groeien? Van jou. Ja, dank u wel. Dat hoeft u mij niet te vertellen, dat weten wij ook wel. Gaan we naar 62. Want ik denk dat ik hier niks meer in saai. Ja, misschien. Ja, wel, maar niet helemaal. Want dit wordt een groot deel van de boerderij zelf. Wat is dit? Zorgen. Zorgen, ja. Klaar, oké. Spook je huis op. En 61. Sojabonen, die zijn nog aan het groeien. Oh, sojabonen, die leveren goed op. Oh, daar heb je een apart ding voor nodig, hè? Om te lullen. Toch? Vergis ik me eigenlijk. Aardappelsuiker, bieten, betoen, druiven, stenen. Nee. Nee. Oh, oké. Okay. Oh, wacht even. Ik heb deze. Voor mij heb je dat wel, maar. Deze is ook voor sojabonen. Dit is geloof ik sojabonen. Even checken. Heeft hij daar ook een tekentje van? Ja, daar is sojabonen.
aan het groeien. Oh, mijn fotootje hangt verkeerd. Dan moet ik de volgende aflevering even linksboven doen. Want ik zie helemaal niet... Heeft landbouwkalk nodig en moet geploegd worden. Ja, maar dat kan pas als, het 68% aan het groeien. Oké. Nou, dan kunnen we deze gewoon harvesten. Ik hoop dat jullie allemaal een aangenaam nieuwjaar hebben gehad. Ik was gelukkig vrij met de feestdagen. Ik zie dat ik zeg, ik was best niet trouwig om hoor, dat het alweer niet meer doorging. Ik heb het bijna 15 jaar gedaan. Nee, ik zeg 15 jaar, 9 jaar gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook weer even heerlijk. Oh, wacht even, dat gaat niet op de weg staan. Oh, nee, dat hoeft niet. Sorry, meneer. Ik ben mijn info kwijt. Ik sla een stukje over. Dat maakt niet zo meteen goed. Ja, want toen kijk ik op het andere land ook meteen een garage bouwen, dus dan zet ik die apparaten. Dit kan ik niet first person. Het gaat helemaal verkeerd. Ja, ik zal meteen wel op. Van de 10 kilometer met 10 kilometer binnen. Dat gaat goed. Ik weet ook niet waar ik verder ga verbouwen. Moet ik even kijken. Nou, het is nou heel op je water doen. Dan kan ik even door het trein gaan in de... Dat een dikke weg met op de kapsel erbij. Meneer! Hallo! Dank u. Is het vast? Oh, zo. Zit ik na in de. Wat is dat? I beat you. Ah, dan heb je nog maar zo dat mijn play speed standaard is. Die staat niet in de weg, denk ik. Maar die wel. Oh, ik heb mijn... Trek. Oh, hij zit niet op de trekker. Ik moet dit niet kunnen. Balen lekker neergezet, kan ik ze weer gaan weghalen.
yourself in the arse. Biggie. Ja, er zit alweer een paar weken tussen de laatste upload van dit spel, want ik had een klein probleempje. Ik was de oplaadkabel van mijn video kwijt. Dus had ik een office muis, maar daar werkt het scrollwieltje niet van. En dat is zeer irritant. Nee, dit land hoeft niet geploegd te worden, want het gaat betegeld worden. Voor een deel, maar dit sowieso. Ten eerste, hier gaan we hier, hoe doen we dat eigenlijk? Veehandelaar, bouw, land. Nee. Jeetje, Mina. Nou, wat doe je dat dan? Schuur wel, ja. Wow, wat zijn die duur. Daar heb ik geen geld voor. Ja, 8000. Dat zou ideaal wezen. 10.000, oké, moeten we dat even in de gaten houden. 10.000. Decoratie misschien? Bovenluggen? Nee. Landschapsarchitect? Verven, zal het dat zijn? Ja. Wat is dat? Dierenmoeder? Nee, dat hebben we niet nodig. Asfalt? Nee. Zand? Nee. Bosgrond? Gras? Grind? Dat moeten we hebben. Kan het niet wat groter? Oh, dit gaat heel lang duren. Ik doe dit wel off camera. Alexa, how many time? Sorry, I didn't catch that. Zeg ik nou. What would you like me to convert to time?
How long is the timer? Sorry, I don't know. Nee, laat maar. Ik weet niet hoe ik het hoe je dat vragen moet. Zo. Oké, we weten nu wel hoe dat werkt, dat zeg ik. Dat, is hij nog bezig? Nee, hij is klaar. Oh, is hij vol? Ja, hij is vol. Kom maar in. Dieren, dat is iets waar ik als laatste aan ga beginnen. Want dit heb ik nog heel, veel werk in zijn macht. Doet dat ding open. Ik ben het informatie kwijt van wat je toetsen zijn. Wat is dat nou? Nee, geen weet. Even kijken, staat het hier erg goed bij? Ik ben het helemaal vergeten. Ik wist het, maar ik weet het niet meer. Als ik zou openen. Oh, en! Oké. Okay. Zo. Want anders gaat het niet klikken. Even kijken welke kant die zit bij. Ah, heel goed. Moet ik hier nog zeggen? Ja, al. Nee, niet hier. Ik zet hem hier wel in de stad. Ik moet hem in de gang brengen. Die paalmakker weghalen. Ik heb toch het idee dat die in de weg staat.
zijn. Die andere kant weer gevaar koppelen. Dat zou zo meteen nog niet komen. Een productieve dagje. Dat ik weer steeds verkeerd naast zit. Je kan ook naast hem gaan rijden, maar dan moet je zo dicht tegen hem aan rijden. Zodra je de tip aankomt, dan stop je met werken. Dat begin ik niet eens aan. En er is wel een bak met een afstand houden dat je geen hulpje hoeft in te schakelen. Dan. Maar die zijn vreselijk duur. Ik denk dat ik niet deze aflevering, maar volgende aflevering ook een contract ga aannemen. Maar ja, dat zal het laatste stukje even niet mee willen. Dat pak ik zelf wel mee. Maar dat is geen probleem, want hij gaat toch niet meer storten, denk ik. Maar bijna 50%. Ik wil niet al te gauw geld maken, want wat is het probleem? Nou ja, niet het probleem, maar als ik eieren ga verkopen, dan ben ik zo binnen. Dat levert nogal geld op. Nou, misschien wel een volle bak voor mij. Die is op 61%. Dus ja. Zo. Nee, dan ga ik met deze aan de andere kant. Zo, zetten we hier dat ik neer. Hartstikke idee. Voorlopig even het zeiltje dicht. Dan heb ik een zwaailamp aan. Nou, misschien dat hij het wel meeneemt. Maar ik denk het niet. Want er zit een ruimte tussen. Ik geloof het niet. En ik ga zo meteen even kijken of ik mijn andere zaadzak kan vinden. Want ik zag in een filmpje, zag ik hem in de berm liggen. Dat was van deel 1 dat we zaadzakken van de lepels vloog. Weer naar beneden doen. Waarom maak je niet eerst dat af en loop jij je zo daarheen? Gaat veel sneller. Want dan moet je weer daar terugrijden om die op te pakken, of vervolgens weer terug te rijden om die op te pakken. Nee. Helper is klaar met werk. Ah, oké. Okay. Maakt niet uit. Goed gedaan, hè. Dankjewel. Even kijken, hier heb je alles meegeneemd. Ja.
vandaag spookjes. Ik hoop dat jullie allemaal een goede vrijdag hebben. Het is vandaag vrijdag. Het weekend is begonnen. Als het lang voor mij toch een vrije week is. Ik ga toch uitstaan? Wat was die pijp ook alweer? Pijp in, uit. Oh, de pijp is al. Dat was het. Wee! Waar ben ik? Daar. Je kan er niet mee achteruit rijden. Wat een gesukkel met dat ding, zeg. Was het gewoon een vaste aanhanger geweest dat ik er geen moeite mee gehad. Oh, waar ben ik aan? Je stom en toen zei dat ik dat het bij me neem. Nou, weet je wat? ...2% over. Oftewel, ik ben vol. Ja. 8000 liter. Kunnen we dat verkopen? Zorgen. Wat was het ook alweer? Nee, dat verder naar boven. Zorgen. Wat? Ik zie geen zorg bestand. Oh, hier. Vallei goudhandje. Markering. Ja, die staat. Oké. Die gaan we dan maar meteen even. Die dicht. Die aan. Even kijken, waar moet ik wezen? Oh, daar.
Zeg ik dat goed? Ik ben hier, hier de weg volgen. Oh, is dat met de trein? Nee, dat ga ik niet doen, want dat kost me 1000 euro. Nee. Dat was voor iets minder, hoor. Johnson. Zo. Johnson is ooit van een tak in het rijden. Wauw. Hier de hoofdweg op. En voorbij het water de afslag naar rechts. Oké. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in mijn volgende video te zien. Doei doei!